Ik probeer regelmatig zo'n events bij te wonen, puur om op de hoogte te blijven en om ook te netwerken. En je komt altijd aan mensen tegen ook, die een mogelijkse partner kunnen zijn voor een nieuwe samenwerking. Bij Stas zijn we eigenlijk vrij open met het delen van informatie van hoe dat we eigenlijk te werk gaan met SimCenter 3D in dit geval. Waarom? Hoe transparanter dat wij zijn naar niet per se concurrenten uiteraard, maar naar andere collega's in de maakindustrie, hoe transparanter die terug zijn naar ons. En dat kan eigenlijk ervoor zorgen dat, dat we eigenlijk een betere samenwerking hebben met elkaar. Ik hoorde nu al een paar dingen van dit vertelde over het vorige event, die voor mij nog nieuw waren. Dus het is altijd interessant om erbij te zijn.